Kijk wat voor in. We zagen altijd nog een van iemand die na het eten even een dikke heeft. Dus we gaan het zien. Mijn naam is Erwin Staal en ik werk bij Fortalnet. Ik ben een softwareontwikkelaar en ALM consultant. En in die laatste hoedanigheid hou ik me bezig met eigenlijk het hele softwareontwikkeltraject. Vanaf dat we beginnen met requirements tot aan hoe krijgen we het over productie en hoe zorgen we dat die klant nou daadwerkelijk onze software kan gaan gebruiken. Momenteel zit ik vanuit Fortalnet bij KPN, bij KPN in Groningen. En ik bouw daar mee aan het vernieuwde Hotspots platform. KPN Hotspots is een dienst van KPN waarmee we wifi aanbieden op vooral publieke locaties. Je kunt denken aan een NS-station, of bijvoorbeeld een vakantiepark als Centerparks. En ook bijvoorbeeld Van der Wakker Hotel is ook een klant van ons. Het is een platform dat al een tijdje bestaat en wat op ongeveer 5000 locaties door 4-5 landen in Europa gebruikt wordt. En afgelopen jaar zijn we in Groningen begonnen om dat platform te vernieuwen. Zoals ik zei, het is een platform dat al een tijdje bestaat. En zoals jullie allemaal waarschijnlijk wel zullen herkennen, moeten we als ontwikkelaars zijn steeds sneller zorgen dat we nieuwe features kunnen uitleveren. En steeds meer kunnen voldoen aan de vraag die de business heeft. Maar ook steeds moeten we kunnen zorgen dat we onze concurrentie een stapje voor kunnen blijven. Dat konden we niet meer met het platform wat we hadden staan, wat al bestond. Dus is het besloten om voor een deel opnieuw te beginnen en voor een deel te gaan vernieuwen. Dat traject dan loopt nu iets meer dan een jaar. Inmiddels zijn we live met onze nieuwe portal. Als je bij zo'n KPN-netwerk aankomt, dan krijg je op je telefoontje of op je laptop een portal voor je neus. Dan log je in, daar kun je betalen, dat soort zaken krijg je in. Nou, die portal hebben we vernieuwd en sinds een paar weken is die op ons complete netwerk uitgerold en draaien we dus met die vernieuwde portal. Een volgende logische stap die wij nu willen nemen, is de stap naar containers. We zijn eigenlijk best ver als het gaat om hoe we onze softwareontwikkeling doen. We werken in DevOps en dat gaat eigenlijk best heel aardig. We hebben container delivery in place, kunnen heel gemakkelijk eigenlijk uitleveren. Maken gebruik van feature flags, dat soort zaken. Databases worden automatisch gemigreerd. Maar het kan nog wel een stukje beter. En we denken dat we die stappen goed kunnen maken door over te gaan naar containers. Containers zijn namelijk eigenlijk hele handige dingen. En op zo'n dag als vandaag is het best wel fijn als je zo'n container zou hebben. Maar uiteraard kent iedereen deze containers, met name van de grote containerschepen die de oceaan overvaren en die goederen over de hele wereld verschepen. En zo'n container is met name handig, omdat wat je er eigenlijk ook in stopt, qua vorm en kleur en dat soort zaken, zolang het maar in zo'n container kan, zo'n container heeft een vast formaat, kan het op zo'n containerschip. Met vaak 18.000 tegelijk, is mij 2 weken geleden verteld. Maar met heel veel tegelijk. En kun je dus je goederen verschepen, ongeacht wat het nou eigenlijk is. En dat is natuurlijk heel mooi. Datzelfde geldt eigenlijk voor die containers in de softwarewereld. Ongeacht van wat je daar nou eigenlijk in stopt, zolang je maar een platform hebt wat een container kan draaien, kun jij jouw software draaien. Of dat nou PHP is, of Java, of uiteraard. .NET. Dat maakt eigenlijk niet zoveel meer uit. Zolang je een platform hebt waar een container kan draaien, kun je daar jouw software draaien. En dat heeft gewoon een aantal voordelen. En daar wil ik je vandaag graag in meenemen. En ik doe het in combinatie met Surface Fabric, een platform van Microsoft. Omdat het een platform is waar we nu bij KPN, in mijn team in ieder geval, KPN is allemaal groot. Maar in mijn team ben ik aan het kijken zijn of dat voor ons een goede fit is om onze containers op te gaan draaien. En ik ga daar dus vandaag het helemaal over vertellen. Als we het over containers hebben, dan wordt eigenlijk altijd wel de vergelijking gemaakt met virtuele machines. Zoals we die nu vandaag de dag nog veel gebruiken om onze software op te laten draaien, wat wij nu momenteel doen. Wat je bij virtuele machines vaak ziet, is dat er uiteraard een infrastructuur nodig is om die machines op te draaien. En de bare metal machines. Daarbovenop ligt een operating system en daarbovenop ligt vaak een hypervisor.
VMware is binnen heel veel gebruikte varianten daarop. Bovenop je hypervisor kunnen we dan onze virtuele machines draaien. En wat je typisch ziet gebeuren is dat er een virtuele machine wordt opgespind om daarin één applicatie te gaan draaien. Omdat we vaak nog een stuk scheiding willen tussen onze applicaties en dus liever niet meerdere applicaties bij een virtuele machine draaien. Nou, als een virtuele machine heeft een en ander nodig om te kunnen draaien, dan hebben we een operating system nodig. Zij Linux, zij Windows of wat anders. Er moeten natuurlijk een aantal binaries opstaan, aantal libraries. Denk aan het .NET framework, dat soort zaken. En uiteraard moet onze eigen applicatie daarop staan. Maar zo'n virtuele machine heeft een aantal nadelen. En dat zit dan bijvoorbeeld in het feit dat je in elke virtuele machine een operating system moet draaien. Om daar je ding op te doen. Dat kost schijfruimte. Dat kost CPU-cycles. Want dat OS moet ook daadwerkelijk nog gedraaid worden. Dat kost geheugen. En ondanks dat ze uiteraard ook aan de Windows-kant er hard aan werken om te zorgen dat de hoeveelheid geheugen en dergelijke die je nodig hebt voor zo'n virtuele machine, heb je het wel nodig. Dus dat is een beetje zonde. Voor een simpele applicatie die je zou willen draaien, heb je al best wel een hoop resources nodig om dat te kunnen doen. Als je Windows draait, heb je bijvoorbeeld nog een Windows-licentie nodig. Dus ook daar zitten allerlei kosten die je vaak per virtuele machine, en afhankelijk van het product wat je hebt, zelfs nog eens een keer per virtuele CPU mag gaan aftikken. Dus daar zitten prijskaartjes aan. En niet te spreken over het onderhoud wat je hebt van die grote virtuele machines die je wellicht draait. Als we naar containers kijken, dan zit dat een klein beetje anders in elkaar. De onderste twee lagen zijn gelijk. We hebben nog steeds de infrastructuur nodig. En daarbovenop hebben we nog steeds de operating system nodig om het in landen te kunnen draaien. Maar daarna komt eigenlijk een groot verschil. Bovenop het operating system draaien we niet meer een hypervisor, maar draaien we de Docker engine. En bovenop die Docker engine kunnen we dan dus containers gaan draaien. Wat je gelijk opvalt, is dat in die containers die ik daarboven getekend heb, niet meer een OS afgebeeld staat. Dat is omdat al die containers, ondanks dat het dus losse blokjes zijn, gebruik maken van hetzelfde operating system wat eronder ligt. Ze delen de kernel van het operating system. Dat zorgt er dus voor dat ik ook maar één keer mijn OS hoef te draaien en daar behoorlijk veel containers op kan draaien. Dat scheelt me dus geheugen, dat scheelt me CPU, dat scheelt me licenties, dat soort zaken. Zo'n container staat daardoor ook ontzettend snel op. Want je operating system draait al en dat is vaak hetgeen wat het meest lang duurt als je een virtuele machine opspint. Wat je bij een container nog moet opspinnen is een klein beetje initialisatie en daarna start je je app. Dus de tijd van je app, de opstarttijd van je app bepaalt met name de tijd die je container nodig heeft om in de lucht te komen. Dat geeft dus nogal wat voordelen aan die kant. We zullen er zo meteen en nog een paar meer voorbij zien komen. Nou, wat is een container nou eigenlijk? Een container is eigenlijk een pakketje, een dichtgetimmerd pakketje, waar er een aantal dingen in zitten. Uiteraard zit daar je eigen code in, je applicaties zitten erin, maar die wil je uiteraard draaien. Maar daarnaast zit daar ook alles in wat jouw applicatie nodig heeft om te kunnen draaien. Dus dan hebben we het over settings, maar we hebben het ook over de tools die je nodig hebt om jouw applicatie te kunnen draaien. Het .NET framework bijvoorbeeld als je op nog het oude .NET tekst zit. Maar denk ook vooral aan de settings die voor nodig zijn in de operating systems. Die zitten allemaal in die container. En die container kun je dus oppakken en op een host draaien, zodat je host maar onderstaan dat je daar containers kan draaien. De belangrijkste speler in het containerveld is verder weg Docker. Docker is een bedrijf dat software levert om containers te kunnen maken. Die software is voor een heel groot deel overigens open source. Dus Docker verdient zich wel met name met ondersteuning DAO. Er zijn nog wel een paar andere container aanbieders naast Docker. Docker is wel verreweg het grootste. Gelukkig vindt er wel een beetje standaardisatie plaats in deze wereld. Er zijn een aantal standaarden als het over containers gaat, over hoe die ingericht worden. Maar ook over hoe bijvoorbeeld netwerk werkt in een container. Er zijn een aantal standaarden voor vastgelegd en Docker heeft zich daar gelukkig ook aan gecommitteerd. Maar dat zorgt ervoor dat jij als derde partij of als andere partij ook containers kunt maken die dus enigszins
draaien op dezelfde standaarden, waardoor de derde partijen makkelijk met jou zouden kunnen integreren. Maar Docker is dus zeker niet het enige wat de meeste gebruikt. Docker-containers kunnen we draaien op Linux. Dat kunnen we al best heel lang. Maar sinds Windows 2016 en Windows 10 kunnen we ook Docker-containers draaien op Windows. En dat is wel heel erg handig voor ontwikkelaars die software hebben geschreven op het volledige .NET framework en nog niet op .NET Core zitten. Want ook dat soort applicaties kunnen we dus gewoon prima in een container drukken, de voordelen van de container nemen en toch op Windows blijven. Er wordt vaak gedacht dat dat eigenlijk met .NET Core kan, dat je op Linux kunt. Dat is dus niet zo, dat kan prima op Windows. En het is ook zeker niet zo dat containers alleen maar bedoeld zijn voor microservices. Je kunt prima een hele monolith in een container draaien en dat is best wel je voordeel van. Die twee staan absoluut los van elkaar. Zoals gezegd, op Linux en op Windows. Het geldt dat je op Linux kun je alleen Linux containers draaien. Op Windows kun je zowel Linux als Windows containers draaien. En daar wordt op Windows een trucje voor uitgevoerd. Die Windows containers kunnen native draaien. Die Linux containers draaien eigenlijk op Hyper-V. En daar zit een heel klein virtueel machinetje tussen. Dus je zou kunnen zeggen dat het een heel klein beetje vals spelen is. Want we hebben een Linux kernel nodig om tegenaan te praten. En dat heeft Microsoft opgelost, samen met Docker overigens. Door Hyper-V gewoon een heel klein Linux kernel te draaien. En daar draait dan binnen Windows jouw Docker. Ja, van de hele. Je kunt ook wel containers draaien op de Mac. Dat kan. Alleen zijn het daarom dus wel gewoon de Linux containers. Daar kun je uiteraard geen Windows containers draaien. Er bestaat niet zoiets als een Mac container of OS X container. Maar je kunt dus wel Linux containers draaien op OS X. Maar daar wordt eigenlijk hetzelfde trucje uitgevoerd als wat op Windows uitgevoerd wordt. Wat dus betekent dat er daar een klein virtueel machinetje weer tussen zit. Maar die is zo klein dat je het eigenlijk niet merkt. Op Windows geldt dat er twee typen Windows containers zijn. Eentje de standaard, maar we hebben ook nog iets als een Hyper-V container op Windows. En het grote verschil tussen die twee containers op Windows is eigenlijk dat die Hyper-V container echt volledig geïsoleerd is en in zijn eigen private space draait. Waarbij de gewone container van Windows toch nog iets meer deelt met de host dan dat je in sommige situaties zou willen. Hoe komen we dan vanaf een stukje code naar een container die dan daadwerkelijk ergens kunt draaien? Het draait een stukje code. En we zullen zometeen zien dat daar een Dockerfile aan te pas komt. En in die Dockerfile kun jij beschrijven hoe jouw container eruit ziet. Dus die code met die Dockerfile leidt tot een image. En als je die image gaat draaien, je runt hem, dan spreken we eigenlijk over een container. Dus vandaar dat de code en image gaan een build-time leveren. En zo gauw je zo'n ding begint te draaien, dan heb je het over de runtime space. Als je dit zou willen vergelijken met virtuele machines, dan zou je ruwweg kunnen zeggen dat een image eigenlijk gelijk is aan een template en dat een container dus je draaiende VM is. Zo zou je een beetje de vergelijking kunnen trekken. Goed. Hoe maken we dan een Dockerfile? Of eigenlijk, hoe maken we dan een image, zodat we die als container kunnen draaien? Dat ziet er eigenlijk als volgt uit. Aan de zijkant zie je een Dockerfile. Dit is een hele simpele variant. En de eerste deel die je hier ziet, is de from, het from-commando. En daarmee geef ik aan wat voor een base image ik wil gebruiken. Ik hoef gelukkig niet alles te specificeren wat mijn machine nodig heeft, wat mijn Docker container nodig heeft. Maar ik kan gebruik maken van base images die reeds door allerlei partijen geleverd zijn. En zoals je hier ziet, maak ik gebruik van een base image die door Microsoft geleverd is. En wel eentje waar het ASP.NET 4.7.2 framework in zit. Dus het volledige .NET framework. Dat zit er alvast voor jou in. Dat hebben ze al voor je geïnstalleerd. En daar zit onder andere IIS en dergelijke in. Dus dit is een prima image waarop je een standaard MVC webapplicatie zou kunnen gaan draaien. Nou, dan ben je eerst hier nog een aantal verdere commando's voorbij komen die nodig zijn om mijn container te maken. En die file beschrijft dus hoe mijn image eruit moet gaan zien. Als ik die image dan ga maken, dan kom ik op zoiets uit. Elke commando, of bijna elke commando dat je in je Dockerfile opgeschreven hebt, leidt tot een layer.
En die layers worden gestapeld, die worden elkaar doorgebouwd. En het geldt dus dat als je iets in de bovenste commando, wijzigt, dan verandert dus die layer. Dat betekent dat de rest van die layers eronder kan wijzigen, want het bouwt op elkaar door. Dat is goed om te weten, maar dat betekent namelijk dat zaken waarvan je weet dat ze vaak gaan wijzigen, zoals bijvoorbeeld je code, die zet je onderaan in je Dockerfile neer. Want dan kun je zoveel mogelijk van die bovenliggende layers kun je hergebruiken. Dat scheelt je in je build-time, maar dat scheelt je ook zeker in de tijd tijdens het deployen. Want als je zo'n container ergens neer gaat zetten en de helft van de layers die je nodig hebt, heb je er al, hoef je ze niet opnieuw te gaan downloaden. Dus er zit daadwerkelijk ook een volgorde in die layers en dat loont wel echt om daar op te letten. Nou, zo'n afzonderlijk laagje noemen we dus een layer, die kunnen we stapelen en al die layers bij elkaar, dat noemen we een image. Oké. Nu we het over containers gehad hebben en we eigenlijk een beetje een basis hebben van wat is een container en hoe maken we die dingen nou eigenlijk. Ik ga je straks een voorbeeldje zien hoe het in het praktijk een beetje gebeurt. We hebben natuurlijk ook nog een cluster nodig. Een set machines waar we die containers daadwerkelijk op kunnen gaan draaien. Want zoals gezegd, je kunt containers draaien op Windows 10, op Linux, op Windows 2016. En dan kun je gewoon met één commando op je commandlijn je containers stappen. Maar de echte kracht van die containers begint op het moment dat je die containers released, deployed op een cluster platform. En dat is een set van machines die met elkaar samenwerken. Service Fabric is daar één van, product van Microsoft. Maar waarschijnlijk zullen jullie allemaal Kubernetes bijvoorbeeld wel kennen en Docker Swarm, dat soort zaken. Zijn een soort van concurrenten en collega's van Service Fabric. Stel je nou voor dat je een applicatie hebt die er ongeveer al zo uitziet. Ik heb een web frontend, ik heb een API en ik heb een database. En van die API en van die webfrontend wil ik graag, die wil ik graag op twee machines draaien. En die moet alleen nog dat uitgevoerd zijn. En die database laat ik in dit geval op één node draaien. Dat zijn met name de plaatjes en die ze lekker draaien. Maar goed. Het is misschien niet heel gezien. De kleuren zijn een beetje raar, maar dat geeft niet. Wat je zag gebeuren is dat al die applicaties verdeeld worden over de nodes in mijn cluster. Ik heb dus een service fabric cluster. Dan heb ik meerdere machines die praten met elkaar, die communiceren met elkaar. En ik kan simpelweg mijn applicatie aanbieden aan het cluster. En dat cluster gaat die applicaties voor mij verdelen over mijn nodes heen. En dat doet service fabric op een redelijk slimme manier. Het kijkt namelijk naar de belasting van de verschillende nodes om te kijken of daar nog een applicatie bij kan. Stel dat node 1 het heel druk heeft. Dan zal hij daar niet meer applicaties gaan plaatsen, maar zal hij bijvoorbeeld mijn web frontend gaan verplaatsen naar mijn node 2 als hij het rustiger heeft. Dus op die manier ontstaat er een platform wat voor jou regelt waar welke applicaties zou moeten draaien. Bijvoorbeeld op basis van hoe druk dat platform op dat moment heeft. Hij houdt daarbij dus rekening met bijvoorbeeld dingen als hoe druk het die nodig heeft, maar hij houdt daar ook rekening met het feit dat jij misschien aangegeven hebt dat die node in een bepaald datacentrum draait. En stel dat node 1 en 2 draaien in Londen en node 3 die draait bijvoorbeeld in Amsterdam. Dan gaat hij voor jou proberen om jouw web en jouw API dus verdeeld over die twee zones te gaan draaien, zodat je de hoogst mogelijke uptime over jouw platform kunt halen. Dat zijn allemaal zaken waar Service Fabric voor zorgt voor jou. En stel dat node 2 onderuit gaat, omdat iemand daar de netwerkkabel eruit trekt, noem maar wat. Dan gaat Service Fabric er automatisch voor zorgen dat die applicatie die daar draaien opgespind wordt op een van die andere nodes. Hoef je zelf eigenlijk niks voor te doen. Service Fabric regelt dat soort failovers en dergelijke voor jou afgehandeld worden. En dat is natuurlijk wel heel prettig. Nou, een beetje meer detail over Service Fabric, want het is wel een beetje meer dan alleen maar het cluster platform waar ik je net over vertelde. Microsoft zet het echt in de markt als een platform waar je je microservices of containers op kunt draaien. En het mooie van Service Fabric is dat de software Service Fabric aan zich kan op verschillende plekken draaien. Dat kan op mijn ontwikkelmachine draaien. Hier op mijn ontwikkelmachine draait momenteel een cluster van 5 machines.
Maar datzelfde cluster draait dus ook op Azure, draait ook on-premise, kan, hè, dat is wat we nu bij KPM bijvoorbeeld doen, dan draait het on-premise, en dan kan ook zeker in een andere cloud draaien. Dus je bent heel erg vrij in waar je dat cluster gaat plaatsen en welke kant je daarmee op wil. Je kunt zelfs combinaties maken van meerdere varianten. Maar het feit dat dat clusters gewoon op een laptop draait, dat dat dezelfde software is als die in de cloud draait, is wel heel krachtig, want dan weet ik eigenlijk bijna 100% zeker dat wat op mijn laptop draait en slaagt, ook wel in de cloud gaat draaien. Dus ik heb dus hetzelfde platform wat daar wat onder ligt. Nou, naast containers, waar we het vandaag over hebben, kun je op Service Fabric nog wel een beetje meer draaien dan alleen containers. Containers is eigenlijk een recente toevoeging erop. We hebben ook een Active Framework. We kunnen reliable services draaien, zoals stateful als stateless. En met name die stateful variant is wel interessant, want dan kun je dus bijvoorbeeld webapplicaties draaien die al een stukje state meegeleverd krijgen, dus een stukje caching in je applicatie meegeleverd krijgen, als bijvoorbeeld Redis, ja, dat zou je in Azure voor gebruiken. Dat zit nu dus er al in gebakken, kun je gratis gebruik van maken. En Service Fabric zorgt ervoor dat die state die je dan opslaat, die cache, dat die op al jouw nodes beschikbaar is. Dus stel dat jouw applicatie van node wordt verhuisd omdat de node plat gaat, dan hou je toch die state. Service Fabric zorgt ervoor dat die state verdeeld wordt over je platform. Dus ook dat is een krachtig model. En daarnaast kun je eigenlijk heel simpel, als je nog een .exe hebt liggen die je nog ergens moet draaien, ook die .exe kun je eigenlijk gewoon op een platform gooien en het gaat wel draaien. En je hebt dezelfde garanties voor die .exe als dat je voor een container zou krijgen. Dus ook in die zin een krachtig platform. Nou, als we kijken naar zaken als DevOps en lifecycle management en dat soort zaken, dan zit er een hele hoop in waar je gebruik van kunt maken. Uiteraard CICD. Gaan we straks even naar kijken. Hoe krijg je nou je container daadwerkelijk op dit platform? Uiteraard is VSTS of TFS daar een belangrijke speler in. Docker Compose komt ons uit. Gaan we vandaag niet zo doen. Wij kunnen ook kiezen voor Docker Compose. En wat een hele krachtige feature is, is rolling upgrades. Wat zoveel betekent als dat als ik op mijn cluster mijn applicaties twee keer draaien en ik wil graag een nieuwe versie deployen, dan gaat die voor mij eerst één van die nodes bijwerken. En als dat slaat, gaat die pas de tweede node bijwerken. En als je meer nodes hebt bij je applicatie draait, dan gaat dus één van die nodes bijwerken. Waardoor je dus gegarandeerd bent dat je altijd nodes hebt die nog in de lucht zijn. Service Fabric garandeert dat je altijd in een goede staat terugkomt. Stel dat je drie nodes hebt waarna je wilt deployen en de laatste faalt, dan zal die vorige twee voor je terugdraaien. Je eindigt dus altijd in een staat waarop of jouw vorige versie op het hele cluster draait, of die nieuwe versie op het cluster draait. Nou, nog een paar dingetjes als het gaat om monitoring en beheer van de zaken. Het meeste hebben we al een beetje genoemd en spreekt over zich. Welke ik zelf nog helemaal gaaf vind, is de Controlled Chaos. Ik weet niet of je Chaos Monkey kent. Dat is geloof ik iets van Netflix, dacht ik. Dus een software was ontwikkeld hebben wat eigenlijk hun platform aanvalt. En nodes downhaalt en machines en applicaties opmaakt. Om daarmee te testen of hun platform dat aan kan. Service Fabric heeft zoiets dus ook ingebouwd. Er is een PowerShell API, een C-Sharp API, waarmee je tegen Service Fabric aan kunt praten en kunt simuleren dat je een platform nodig had. Dat er een node wegvalt, dat er een applicatie crasht, dat er een stukje storage omvalt, dat soort zaken. Dus dat is wel heel gaaf als je bijvoorbeeld met die state werkt, om eens te kijken wat er gebeurt als je je applicatie omver trekt of je een data blijft wilt draaien. Zit gewoon ingepakt in Service Fabric. Goed. Tijd voor een demo. Ik ben al gedupliceerd, mooi. Dit is een standaard MVC-applicatie. Gewoon failure project, nieuw, dat soort dingen. Het volledige framework, dus nog een soort van ouderwetse applicatie. Zullen we maar zeggen, ik weet dat ervaring dat er nog best veel klanten en dergelijke daar blijven. Goed, wat ik gedaan heb is nu
Door een menu-item aan te dingen gezegd dat ik graag op deze applicatie Docker support wil. Dat zit dan op in Visual Studio of niks meer doen. Dan klik je gewoon aan. En wat die voor je doet, is dat die uiteraard een Dockerfile toevoegt aan je applicatie. En waarschijnlijk zullen we deze Dockerfile herkennen van degene die net in een vrije staat laat zien. Deze maakt hij dus voor je aan. En die kun je dan gewoon gebruiken. Ook maakt hij een Docker Compose project voor je aan. Ook dat maakt hij dus standaard voor je kun je gebruiken. Hoef je zelf verder niets voor te doen. Maar zoals gezegd, concentreren we ons vandaag op de Dockerfile en de applicatie daar. Goed, dan moet het ding natuurlijk nog op Service Fabric. Dus wat we doen, we voegen een Service Fabric applicatie toe aan deze solution. En op het moment dat ik dat wil doen, vraagt hij mij wat voor applicatietype ik wil bouwen. We hadden net over die containers, die Excel, die stateful services en dergelijke. En vandaag hebben we het natuurlijk over een container. Dus ik wil graag containers gaan bouwen. Ze hebben me vernieuwd, zie ik. Altijd leuk tijdens de demo, hè. Het enige wat ik letterlijk gisteren. Ik moet niet op deze slag van de demo. Wat ik gisteren nog letterlijk moest invullen was de image name. En nou hebben we dus ook een username en een hostport en dergelijke. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet zo goed weet waar een deel van die dingen voor is. Dus we vullen maar gewoon in en ik ga kijken waar het terecht komt. Ik kan mijn hostport nog iets voorstellen. En laten we dit nog doen. Maar wat Service Fabric nu, wat Visual nu doet, is dat hij voor jou een project toevoegt. En een aantal bestandjes waar je een en ander mee kunt. Onder andere de Service Manifest, die hij gelijk voor mij opent. Dat is wel heel klein. Zo. Er zijn er twee files belangrijk in wat Service Fabric nu voor mij aangemaakt heeft. En dat is mijn Service Manifest, die ik nu geopend heb. En dat is mijn Application Manifest. Als je een Service Fabric applicatie maakt, dan krijg je één Application Manifest en daarin kun je meerdere services maken. Dus je maakt één applicatie en dan zou je dus meerdere containers op kunnen draaien. En zodat je een paar containers hebt die eigenlijk allemaal met elkaar draaien, zou je dat in één application kunnen hangen. Dat is een beetje de relatie tussen die twee. Ik zie dat hij redelijk wat aangemaakt heeft, meer aangemaakt heeft dan wat er vroeger voor je gedaan werd als je dit deed. Wat je hier ziet, is hier het entry point van je applicatie. En in dit geval wijst het entry point naar een image die je voor mij moet gaan draaien. Daar zie je dus de naam van de image die ik net daarin ingevuld heb. Ik mis toch maar niks. Dit is even een applicatie die ik hier voor me eigen had. Die inmiddels ook nog bij gisteren heeft. Die zocht ik niet. Kijk. Hier hebben we een entry point. Hier geef ik dus aan wat voor image ik wil draaien. En wat je hier ziet, is dat ik dus verwijs naar een image die op Docker.io staat. En dat is een repository die je in de publieke hier gewoon kunt gebruiken. En daar wordt mijn container naartoe gedeployed. En op deze manier laat ik Service Fabric weten dat ik graag die container wil gebruiken. Uiteraard kun je ook environment variabelen meegeven. Als je bijvoorbeeld connection strings van databases zou willen meegeven, dat kun je hier instellen. En een van de belangrijke dingen is uiteraard dat die container bereikbaar moet zijn. Dus met deze onderste regels, hier maken we een endpoint aan. En we vertellen dat we graag op HTTP op poortje 8000 bereikbaar willen zijn. Dus binnen mijn container, binnen de Service Fabric is deze container straks bereikbaar op poortje 8000. Dit is de Application Manifest waar ik over vertelde. En daarin zie je dus weer dat die service die we net zagen, hierin opgenomen is. En hier gebeuren nog een paar belangrijke dingen. Hier zie je onder andere de instance count. Dus dat geeft aan van hoe vaak ik die container op mijn platform gedraaid heb. 1 keer, 5 keer, 100 keer. En hierboven zie je nog een port binding naar het endpoint dat ik zojuist gemaakt heb. En hier zie je port 80 staan, waar je net port 8000 zag staan. En dit betekent dat van buitenaf mijn container dus bereikbaar gaat zijn op port 80, maar die wordt dan doorgerust naar port 8000 in die container. Op die manier kun je je porten van buiten naar binnen doorlussen. Stel dat je gebruik maakt van een repository die beveiligd is met username en password, die voor mij is nu publiekelijk, dan zou je nog je username en password kunnen invullen. Dus dat is eigenlijk, je hebt dan een paar stappen nodig om van zo'n applicatie
een docker is te maken. Laten we nu eens even kijken hoe we die dan daadwerkelijk op service verder gaan krijgen. Wat je hier ziet is mijn builddefinitie in VSTS en de online variant van TMS. Mijn applicatie wordt hier gebouwd en dat soort zaken. Normaal gesproken zou ik hier mijn unit testen draaien. Dat doe ik nu in dit geval niet. Ik wil twee dingen uitlichten. En dat is een stap wat ik nu aangeklikt heb. Dat is het stapje waarin mijn image, mijn docker image, gebouwd wordt. Ja, dus je ziet hier dat ik verwijs naar mijn Dockerfile. Dus daar wordt mijn image gebouwd. En in het volgende stapje in deze build pipeline wordt die image gepusht. En de Docker image moet je pushen naar een repository. Dat is een soort van opslagplek waar je de images kwijt kunt. En zo ga je dan straks tegen Service Fabric zegt, ik wil die image gaan draaien. Gaat Service Fabric hem uit, die repository halen en voor je draaien. Dus zodat je build push je die image naar de Docker repository bijvoorbeeld. En die kun je dan later er weer uithalen. Een release. We hebben nu een build. Dat levert dus alleen maar een image op. Uiteraard moet die image ook nog als container op Service Fabric gaan draaien. En dat ziet er ongeveer als volgt uit. Er komt aan de linkerkant komt de output van mijn build binnen. En dit is mijn release pipeline. En zoals je ziet is die heel klein. Ik heb maar één enkel stapje. Wat ervoor zorgt dat die ene container op Service Fabric gaat draaien. En dat gebeurt dus door de deployment van die application manifest en de service manifest die we net zagen. Die worden in dit stapje aan Service Fabric gegeven. En Service Fabric ziet, hey, je moet een container gaan draaien. Die gaat de container downloaden en zal hem opspelen. Dus een vrij simpel proces eigenlijk om zo'n container geautomatiseerd te maken. En ook nog gedeployed te krijgen op Service Fabric. Dit is de Docker Hub, voor wie dat nog nooit gezien had. Dit is mijn repository waar nu dus de image in zit die ik zojuist heb gebouwd en gepusht. En onder het kopje tags kun je alle versies zien die daarin zitten. En wat grappig is om te zien, is dat hier 5 maanden geleden was mijn image nog 6 gigabyte. Ja, dus zitten op Windows en de 2 vaak groot. Bij Linux zijn ze veel kleiner. Maar ergens hier is dat veranderd. En dat komt omdat ik ben gaan afleiden van een andere base image, een nieuwere base image van Microsoft. Want Microsoft is continu bezig om die dingen kleiner te maken. Microsoft snapt ook wel dat 4 gig over de lijn gooien naar Service Fabric en dat soort zaken niet heel handig is. Dus Microsoft is echt wel bezig om die images kleiner te maken, kleiner te maken, kleiner te maken. En dat lukt ze behoorlijk. Ik loop nu nog achter, dat kan ik nog een stukje krijgen. Goed, Service Fabric dan. Dit is het dashboard van Service Fabric. En dit is een beetje een overzicht van wat draait en dat soort zaken. Je gaat hier allerlei rode lampjes zien op het moment dat een applicatie niet meer healthy is. Een aantal dingen wil ik hier graag laten zien. Hier aan de zijkant zie je de nodes die ik momenteel in mijn cluster gebruik. Ik heb dus een cluster aangemaakt van 5 nodes. Dit keer op Azure. Hieronder zie je een aantal systeemservices van Service Fabric zelf. Ja, Service Fabric heeft ook zelf ook allerlei software en dergelijke nodig om het nou te kunnen draaien. En je ziet iets van een veel over management en DNS-servers. Het grappige is dus dat Service Fabric op Service Fabric draait, zou je kunnen zeggen. Een beetje een soort van Service Fabric reception ofzo. Hier aan de zijkant zie je een aantal applicaties die ik gedeployed heb en die hier om te draaien. Daar kun je allerlei details van zien. Wat ik eerst even wil laten zien is dit overzichtje. En hier zie je 2 dingen. Nou, je ziet op die diagonaal zie je de 5 nodes die op dit moment in mijn cluster aanwezig zijn. Op die as zien we de upgrade domein. En op de bovenste as zien we de fault domein. Vaak is het zo dat je dit attribuut zelf inricht. Je kunt zelf bepalen welke virtuele machine in welke upgrade en welke fault domein zit. Vaak zullen we zien dat je fault domein behandelt als rekken in een datacenter. Nou, alle nodes die in 1 rek in een datacenter zitten, die zul je hier in 1 fault domein plaatsen. Dat zorgt er ook voor dat Service Fabric daar rekening mee kan houden op het moment dat hij jouw applicaties gaat plaatsen op het platform. Hij zal dus proberen om applicaties te gaan verdelen over verschillende fault domeins, omdat je daarmee natuurlijk veel verzekerd bent van omvallen van een rek of zelfs een hele datacenter. Aan die kant hebben we het upgrade domein. En wat je met het upgrade domein eigenlijk regelt, is hoeveel fijne applicaties
wordt er een pepje bijgewerkt als jij een upgrade doorvoert. Je ziet nu dat al mijn machines hangen in een ander upgrade domein. Stel dat ik mijn applicatie draai op al die machines, dan gaat hij dus die machines één voor één bijwerken en voorzien van mijn nieuwe software. Had ik nou node 3 en 4 in hetzelfde upgrade domein geplaatst, dan was hij die machines tegelijk gaan bijwerken. Op die manier heb je dus een beetje sturing over hoe service om moet gaan met de plaatsing van een applicatie en hoe die bijgewerkt gaan worden. Nou, als je hier naar zo'n applicatie kijkt, kun je er allerlei details over terugvinden. Over waar hij draait, deze draait zo'n 5 machines, op welke poortjes hij draait, dat soort zaken. En als het goed is, heb ik een eentje in deze die wel op 2 machines draait. En wat je dus hier kunt doen vanuit de UI, uiteraard kan het ook geprogrammeerd en dergelijke, maar is deze servers nu stelen. Dus ik zeg dat ik nu graag 4 wil. En als het goed is, gaat Service Fabric nu voor mij aan de gang om deze applicatie nu dus op nog 2 andere nodes te gaan plaatsen. Die applicatie had die stiekem voortijd al verdeeld. Dus die applicatie was al grotendeels aanwezig op al die nodes. En daardoor kan hij dus behoorlijk snel bijschakelen en zorgen dat ik meer instances van mijn applicatie kan draaien. Goed, nog een stukje over communicatie als laatste. Ik moet heel even snel kijken de rocket ik wil doen. Uiteraard heb je communicatie tussen services binnen je platform. En met name als je microservices hebt, dan heb je heel veel, je moet met elkaar kunnen communiceren. Maar lang niet allemaal zijn ze vanaf buitenaf benaderbaar, maar vaak hebben ze elkaar nodig. Wat je binnen Service Fabric kunt doen, is je services dan een DNS-naam geven. Deze service heeft een hele creatieve naam, service1.application1, gekregen. En daarmee kan ik dus in andere services die deze nodig hebben, simpelweg een aanroep doen op http://service1.application1. Dus ik hoef niet zelf erachter te komen van op welke nodes draait die applicatie nou eigenlijk en op welke poort draait die nou eigenlijk en moet ik hem node 1 of 3 lezen. Ik kan op basis van DNS naar hem aanspreken en Service Fabric gaat onder water wel op zoek naar een plek waar die node draait op clusteren en zal mij daarvan een IP-adres teruggeven. Dus op die manier kun je intern communiceren. Extern werkt het een beetje anders. Een manier daarvoor is eentje die ik hier heb geprobeerd te tekenen. Stel een client komt binnen met een call, in dit geval komt hij binnen op de Azure Load Balancer. Die zal dat verkeer gaan verspreiden over een van de nodes in mijn cluster, in dit geval 5. Stel hij komt bij die node aan, dan hoeft dat niet te betekenen dat op die node mijn applicatie daadwerkelijk draait. Mijn applicatie kan 2 van de 5 noden draaien. In dit geval draait hij niet daar. Maar ik heb precies nodig wat van buitenaf, op basis van een DNS-naam, nu.nl. Je komt binnen bij u.nl en dan moet mij dan bijvoorbeeld een van de applicaties vinden die je cluster. Hij draait hier, dus we zullen hem moeten vinden. En wat je dan bijvoorbeeld kunt doen is een reverse proxy gaan draaien. In de Linux-wereld zul je veel Nginx gaan draaien. Maar op Windows heb je bijvoorbeeld een nieuwe speler en dat is Traffic. En wat Traffic voor je kan doen, is dus die DNS-naam opzoeken, u.nl. En in je configuratie kijken welke applicatie erbij hoort. En Service Fabric vragen om die applicatie te gaan resolven. En in je applicatie zit het eigenlijk heel simpel in elkaar. Dat is de configuratie die je daar voor nodig hebt. Dat stukje in die extension, die paar regels. Hiermee geef je informatie aan Traffic, aan die reverse proxy, over hoe die applicatie kan vinden. En in dit geval wil ik graag dat ik vindbaar ben op host app3.staalsvt.nl. En dat wordt dus ingelezen door Traffic, Runtime, en dan kun je er naartoe navigeren. Dit is de portal van Traffic. En je ziet dat hij dus een aantal applicaties gevonden heeft. Waaronder die applicatie waar ik zojuist over sprak, die app3. En wat er dus gebeurt omdat ik hem aanroep, dan gaat Traffic dus aan Service Fabric via de API van Service Fabric vragen. Ik wil graag dat je via DNS nu deze service voor me opzoekt en mij die IP-adres daarvan geeft. En dan kun je dus, zoals je nu ziet, applicatie draaien op Service Fabric.
hem bereikbaar maken via gewoon een DNS-naam zoals je eigenlijk gewend bent. En dat is waar. En dit is een full framework applicatie, .NET. Maar uiteraard werkt het ook voor eigenlijk alle type applicaties die je hier maar in mogen gooien. Dat is eigenlijk het laatste wat ik te vertellen heb. Het is een kwart voor, zie ik. Mocht je vragen hebben, ik ben hier nog gewoon de rest van de avond. Misschien nog vooral tijdens de borrel even bij langs en dan praten we erover. Dankjewel.